Nick, je wint met 1-0 bij Achilles 29. Hoe zou je die zegen willen bestempelen? Moeizaam. Heel moeizaam tot stand gekomen. We hebben veel moeite moeten doen voor die 1-0. Ook veel kansen laten liggen tijdens de wedstrijd. Daarvoor blijft het spannend. En geen gemakkelijke middag. Hoe verklaar je dat het geen gemakkelijke, nou ja, het is avond, was tegen Achilles? Nou ja, kijk eens om je heen. Gevoelstemperatuur min 11. Je speelt tegen een ploeg die deze week 5 punten in mindering heeft gekregen. Eigenlijk daardoor min of meer gedegradeerd is. En alle respect voor Achilles. Voor die jonge jongens, voor die jonge knapen. Ze hebben het ons echt moeilijk gemaakt. En de man van de wedstrijd bij ons vandaag was eigenlijk Johan, de keeper, Johan Jansen. En dat zegt eigenlijk genoeg, denk ik. Uiteindelijk krijgt Achilles in de eerste helft vooral nog wel wat kansen. Maar je verzuimt in de tweede helft om verder uit te lopen naar misschien wel 2-3-0. Ja, dat is een beetje het verhaal van dit seizoen, hè, bij ons. We creëren best wel veel kansen. En ik denk dat wij bepaalde wedstrijden gewoon veel eerder hadden kunnen beslissen. Waardoor je makkelijker gaat voetballen. En dat is jammer. Maar dat is een rode draad eigenlijk door het hele seizoen heen. Als je die kansen wel had gemaakt, had je dan nu misschien nog mee kunnen doen in de strijd om de landstitel? Nou ja, kijk, het moet ook een beetje meezitten in zo'n race. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Katwijk, die vandaag weer in de blessuretijd de 2-1 maakt. Ik denk voor de vijfde of zesde keer dit jaar. Ja, dat is ook een... op een gegeven moment is dat geen geluk meer. Hè? Dat dwingen ze ook af. En wij hadden het onszelf ook... We hebben echt wedstrijden verloren dit jaar die we eigenlijk gewoon, als onze kansen gewoon maken, gewoon hadden moeten winnen. Maar goed, dat is hadden moeten, hè. Ja, dat is hadden moeten. Denk je niet meer dat je een rol kan spelen in de titelstrijd? Nou, we hebben nog 9 wedstrijden. En het wordt natuurlijk, het gat is 11 punten, dat is 4 wedstrijden. En dan zou Katwijk wel heel erg moeten instorten en zouden we alles moeten winnen. Dus daar moet je heel reëel in zijn. Waar we gewoon aan moeten werken is dat we iedere wedstrijd, dat klinkt heel clichématig, maar proberen te winnen. En zoveel mogelijk punten proberen bijeen te voetballen. Dat nemen we dan weer mee naar volgend seizoen. Is de tweede plaats dan het hoogst haalbare? Dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Barendrecht zit ook nog in onze nek. En nog een paar andere. Dus laten we eerst maar gewoon iedere wedstrijd proberen te winnen. Dankjewel. Dankjewel.